Ik sta hier bij Joeri van Reet, Key Account Manager van Acer Benelux, bij de presentatie van de allernieuwste smartphones van Acer. Joeri, het ziet er leuk uit. Vertel. Ja, nou, Acer die gaat binnenkort uitkomen met een high-end smartphone op de markt. Mm-hmm. Die zal beschikbaar komen in september. Het leuke van dit toestel is dat het echt gewoon een high-end smartphone is, maar wel voor een hele scherpe prijs. Nou, een van de belangrijkste kenmerken van dit type high-end smartphone is het design. Het heeft ook in begin 2012 de IF Design Award gekregen. Dus qua vorm is het net iets anders dan onze concurrenten, maar juist daardoor gewoon zeer goed gelukt. Gebaseerd op Android 4.0, kijk naar de specs. Dan zien we dus dat de dual-core processor van Qualcomm erin zit. Dat is een van de snellere processoren die op dit moment op de markt is. Mm-hmm. Ander belangrijke feature is het scherm. Het is een 4,3-inch scherm gebaseerd op IPS, in plane switching. Het voordeel daarvan is dat het onder iedere hoek eigenlijk kan je het scherm bekijken. Ja, en wat me zo net opviel is dat buiten het ook uitstekend leesbaar is. Een aantal journalisten legden hun Samsung's ernaast. En de kleuren hiervan zijn gewoon veel helderder, levendiger, verzadigder. Ja. Kortom, een gelukkig product wat het scherm betreft. Ja, absoluut. Het is ook een Full HD scherm. Ja. Het is 1280x720 pixel grootte. Het is ook een van de grotere pixel density per inch. Mm-hmm. Als we kijken naar onze concurrenten. Mm-hmm. Zijn komt dat in combinatie met een in-plane switching, heb je dus een echt volwaardige volwassen scherm, wat absoluut mee kan met de high-end van onze concurrenten. Daarnaast, ook niet onbelangrijk, is de camera. De camera is een 8 megapixel camera, die ook volledig is gebaseerd met zero shutter lag. Je kan Full HD video-opnames maken. Je kan ook tijdens de video-opnames kan je ook foto's maken. Er zijn allerlei toepassingen en mogelijkheden die hierop zitten. Wat dat betreft voor de eindgebruiker een absolute must, die camera. Een belangrijk feature. Kijk naar het geluid, de speakers. Er zijn in totaal twee speakers die erin zitten, twee microfoons. Om dus in combinatie met Dolby 3 dus een volwaardige sound te verwezenlijken eigenlijk. En daarnaast ook radio. Ik dacht dat radio alles standaard aan boord zou zijn met een smartphone. Maar helaas, dat gebeurt niet overal. Deze high-end, Acer Cloud Mobile, heeft een radio aan boord. Zou voor mij een reden zijn om dat te kopen, want ik reis vaak met de trein en dan zit je vaak aan de kant van de weg of aan de kant van het spoor. Ja. De wifi in de trein doet het niet meer. Je hebt geen verbinding midden in het weiland en dan is de radio eigenlijk je enige uitkomst. Ja. Gekke vraag, maar wat kost dat nou? Nou, deze gaan we zo meteen in de markt neerleggen voor 379, dus €379. Dat is, als je het vergelijkt met onze de concurrenten, ook met een high-end smartphone, is het echt van 100 tot €200 goedkoper. Dat is exact dezelfde processoren, misschien nog een betere scherm. Maar ondanks dat is die prijs zeer scherp, komt hij in de markt te liggen. Nou, een goed uitgangspunt om de concurrentie van de markt te vegen. Dankjewel voor het interview. Ja, niks te danken.